Wat we vandaag wilden doen is foute katoen goed neerzetten. We hadden een spontane catwalk hier op de PC Hoofdstraat. PC Hoofdstraat is natuurlijk toch het centrum van de mode in Nederland. En veel katoen komt natuurlijk voor in mode. Er kwam een soort overvalteam die een catwalk van 30 meter heeft neergelegd. En daar liepen schitterende modellen in prachtige witte kleding, maar waarop wel stond foute katoen. Nou, wat wij duidelijk willen maken is dat er heel veel boeren in de wereld katoen verbouwen. En dat onder ontzettend foute omstandigheden moeten doen. Hè. Dus dat zijn hun omstandigheden. Goede boeren, goede ondernemers, vaklui maken kwalitatieve katoen. Maar de prijzen op de wereldmarkt zijn al jaren zo laag dat ze gewoon niet uit de voeten kunnen. Dat ze hun gezin niet kunnen onderhouden, dat ze niet kunnen investeren in hun omgeving, dat ze niet kunnen investeren in de toekomst. Nou, daarvoor bieden wij nu een oplossing, namelijk het Max Havelaar keurmerk voor fair trade, nu ook voor katoen. Waardoor mensen zeker weten dat boeren in ontwikkelingslanden een goede deal hebben gehad met hun katoen. Ik vind het goed om te zien dat we het eigenlijk allemaal niet zo goed weten. En dat we hiermee erop gewezen worden dat er wel alternatieven zijn. Gaat u nou ook zelf kijken naar het Max Havelaar keurmerk? Ja, ik ben wel voor fair trade. Ja, tof. Jongens en meisjes, dit was Stichting Max Havelaar in de PC Hoofdstraat. Stop fout katoen, koop goed katoen. Dank u zeer.